en welkom bij een extra weetje van de week. Een extra weetje, want er wordt weer ruimtegeschiedenis geschreven. En als je de kans hebt om dit live mee te maken, ja, dan moet je die kans ook grijpen. Wat staat er deze keer gepland? Wel, de eerste belangrijke stap in een nieuw maanprogramma. Nieuw, want er is ooit al een maanprogramma geweest, maar dat eindigde begin jaren 70, dus al 50 jaar geleden. NASA vond het dus nodig om een nieuw programma op te starten, deels als oefening vooral voor de geplande Marsmissies. Wat staat er op de planning? Wel, maandag 29 augustus zal de SLS gelanceerd worden met het Orion ruimteschip onder de naam Artemis 1. Maar misschien moeten we eerst eens een paar begrippen en namen verduidelijken. Artemis is de naam van het NASA-project om terug mensen op de maan te zetten. Het verwijst naar de Griekse godin Artemis, ook bekend of beter bekend als de Romeinse godin Diana, de godin van de jacht. Het project bestaat uit verschillende fases, vandaar de namen Artemis 1, 2 en 3. Bij Artemis 1 gaat NASA vooral de nieuwe raket en de nieuwe ruimtesonde uittesten, maar wel volledig onbemand. Daarna zal Artemis 2 hetzelfde doen, maar dan met astronauten. En tenslotte gaat Artemis 3 terug voor de astronauten om astronauten op de maan te zetten. Als alles goed gaat, als alles gaat zoals gepland natuurlijk. Als we gaan kijken naar de raket die NASA gaat gebruiken, dan komen we bij de SLS of de Space Launch System raket. De krachtigste raket die ooit gebouwd werd door de mens. Meer dan 60 meter hoog en bijna 3 miljoen liter brandstof aan boord. 3 miljoen. Vooral onder de vorm van vloeibare waterstof en zuurstof. Naast die oranje SLS-raket zien we de twee boosterraketten die de SLS zullen lanceren vanop Cape Canaveral. Die boosters die gaan heel of vrij snel losgekoppeld worden en op 160 kilometer hoogte gaat de SLS het overnemen van de boosters. Bovenop de SLS, bovenop de raket, vinden we het Orion ruimteschip. Dit ruimteschip is eigenlijk het kloppende hart van de missie. De SLS en de Orion zullen een kleine 2 uur aan elkaar gekoppeld blijven en dan gaat de raket aan Orion een laatste duwtje geven om alleen verder te vliegen. Als we gaan kijken naar Orion, dan zien we dat Orion eigenlijk bestaat uit 3 grote delen. Bovenaan zit het Launch Abort System, dat is eigenlijk voor het geval er iets misloopt kort na de lancering, om de astronauten op een veilige manier terug naar aarde te brengen. Het stukje tussenin, dat is de Crew Module, waar de astronauten gaan zitten, zowel bij lancering, maar ook nadien als ze daar gaan moeten werken. Met een diameter van 5 meter is dat toch wel een indrukwekkende module. En het achterste stukje, dat is de service module. En dat bevat eigenlijk alles om te kunnen overleven. Zuurstof, water, elektriciteit en zo verder. Hoe gaat het dan verder? Wel, van zodra de Orion losgekoppeld is van de SLS-raket, dan gaat ze zelfstandig richting de maan vliegen. Een tochtje van een kleine 450.000 kilometer. Orion gaat daar rondjes draaien rond de maan. Eerst op ongeveer 100 kilometer boven het maanoppervlak, wat vrij dicht is. Daarna gaat het ruimtetuig gebruik maken van de zwaartekracht van de maan om zichzelf eigenlijk weg te katapulteren naar een nieuwe baan op 64.000 kilometer hoogte. In die orbit of in die baan zal Orion een zestal dagen blijven vliegen om daarna terug dichter bij de maan te komen om een tweede keer gebruik te maken van de zwaartekracht om nu terug te keren naar de aarde. Moet op die manier gebeuren, anders heeft Orion niet genoeg snelheid om terug naar de aarde te vliegen. En genoeg snelheid wil zeggen in dit geval 40.000 km per uur. En dan wordt het spannend natuurlijk, hè, want nu gaat het hitteschild van Orion getest worden. Met een snelheid van 40.000 km per uur komt Orion de dampkring van de aarde binnen, wordt immens hard afgeremd en krijgt op die manier temperaturen van 2800-2900 graden Celsius te verwerken. Daarna zal Orion landen. Orion gaat landen in de zee voor de kust van Californië. En zoals gezegd, gebeurt dit nu nog allemaal zonder astronauten. Volledig om te testen of al het materiaal voldoet aan de eisen.
eigenlijk zeg ik zonder astronauten, maar helemaal leeg is Orion niet. Er reizen onder andere drie dummies mee, drie poppen. En ze hebben die de namen Helga, Zoar en Campos gegeven. Het zijn drie levensgrote poppen die bijna 6000 sensoren bevatten. Zij moeten onder andere meten hoeveel straling de astronauten zullen ondervinden, of hoe groot de versnellingen, de krachten en de trillingen zullen zijn die de astronauten tijdens de reis zullen ondervinden. Eigenlijk zijn er nog twee extra passagiers. En de eerste is Snoopy, die we kennen uit de stripreeks Peanuts. Wel, die vliegt mee om de gewichtloosheid te gaan aantonen. Dus we gaan ons poppetje, onze Snoopy, dan wel eens zien kunnen rondzweven. Tweede extra passagier is Alexa. Maar Alexa is niet echt een passagier. Alexa kennen we als de virtuele assistent die door Amazon gecreëerd werd. Zij zal helpen in onder andere de communicatie met de aarde, tussen aarde en Orion. Voilà, nu jullie een beetje geüpdate zijn over dit project, heb ik nog goed nieuws, nog beter nieuws, want je kan die hele lancering live volgen. De lancering is voorzien op maandag 29 augustus om 14:33 onze tijd. Alles 100% live te volgen. De link naar de livestream vind je hier of onderaan deze podcast. Voilà, hopelijk verloopt bij de lancering alles vlot en zijn we vertrokken voor een nieuw tijdperk van maanexploraties. Veel kijkplezier!